Groene stroom, roept de overheid. Er zijn allerlei subsidies te krijgen voor milieubestendige energie. Maar daar ligt ook meteen het probleem. Door het woud van subsidieregelingen ziet de afnemer bijna letterlijk de zonnepanelen niet meer. Dit is de Pieter Christiaanstraat. Dit is de energiezuinigste straat van heel Europa. En wat er heel bijzonder is, dat kan u ook zien, de zonnepanelen die op deze daken zijn geplaatst. Wat ontzettend moeilijk van de grond is gekomen, is de aanvraag gerealiseerd krijgen voor deze zonnepanelen. We hebben hier ruim een half jaar op moeten wachten. Het ging om een bedrag van ruim 1,5 miljoen subsidie wat hier is voor die zonnepanelen. En als je er ruim een half jaar op moet wachten, is dat ook echt heel erg vertragend voor de hele bouw. Leeuwarden is koploper in Nederland op het gebied van groene stroom. Er zijn talloze projecten in de stad. En Leeuwarden heeft dan ook het meeste last van al die ingewikkelde subsidieregelingen. De investeringsaftrek, de energieinvesteringsaftrek, de MAP, Milieuactieplan. Je hebt Novem-subsidie, de BSE-subsidie noemen ze die ook wel. Groenfinancieringen kun je gebruik van maken. In totaal maar liefst 24 regelingen. En dan maakt het ook nog uit of je als particulier iets wil of bijvoorbeeld als tandarts. Een tandarts kan vanwege het beroep wat hij uitoefent, kan hij van allerlei subsidieregelingen gebruik maken. In dit geval heeft hij 90% subsidie gekregen op deze investering. Terwijl als het huis ernaast, wat gewoon van een particulier is, die kan hooguit 20% krijgen. En dat maakt het natuurlijk voor particulieren echt heel onaantrekkelijk om die investering te doen. Hendrik Gommer heeft een brief naar de Tweede Kamerfracties gestuurd, ondertekend door 72 organisaties. Met aanbevelingen zoals het schrappen van bouwvergunningen en herziening van het subsidiebeleid. Een algemene subsidiemaatregel die voor iedereen geldt en waarbij je dus niet die andere subsidiemaatregelen nodig hebt. Wat ons betreft kunnen die andere energiemaatregelen voor PV geschrapt worden, voor zonnepanelen. Het ministerie is voorzichtig. Het is een prille ontwikkeling met een zonnige toekomst, zegt Den Haag. Maar voorlopig lijkt het meer energie te kosten dan dat het oplevert.